Deze nieuwsuitzending is actueel. Het is vandaag donderdag 14 februari 2019. Ik ga dit onmiddellijk publiceren. Het is op de website van het AD, Algemeen Dagblad. De link kan ik eronder zetten, als ik zin heb. Maakt niet zoveel uit, je snapt het wel. Het is het AD maar, en in de Telegraaf staat hetzelfde. En in de Volkskrant ook. Dus in de krant, daar staat. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil onderzoek naar geldstraf voor vaccinatieweigeraars. Dus de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die club wil een onderzoek naar geldstraf voor weigeraars van vaccinaties. Oftewel vaccinatie. Weigeraars. Dus mensen willen zich niet laten injecteren met een holle naald. En de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil een onderzoek naar geldstraf voor die mensen. Ik ben begonnen met het leren van taal en het lezen en begrijpen zo rondom mijn 16e jaar, geheel vrijwillig. Op mijn 40e jaar ben ik gaan studeren bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen op eigen kosten, aan 1.500 gulden per jaar, taalstudie. Dus ik mag wat weten van taal. En de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil een onderzoek naar de mogelijkheden om vaccinatieweigeraars te straffen met een geldstraf. En waar gaat dat geld naartoe? De Volkspartij voor de Vrijheid en de Democratie, die kan wel die geldstrafmogelijkheid gaan onderzoeken. Van ja, wat gaat het opleveren? En wat schrijft het dan? Nou, stel, er komt 10 miljoen per jaar aan geldstraffen voor mensen die zich niet willen laten injecteren met ik weet niet wat. Hè? Ik laat me helemaal niet injecteren. En dan krijg ik een geldstraf. Omdat ik mij niet wil laten injecteren. En wat gaan we met het geld doen? Wat gaat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie doen met die poen? En mag ik een beetje over mijn pis worden of niet? En Marco, dat heb ik geprobeerd vandaag om met hem een fatsoenlijk gesprek te houden over het injecteren in lichamen van mensen met rotzooi. En Marco is er een heilig voorstander van. Die vindt het allemaal best. Want als je het niet had gedaan, dan waren we allemaal dood geweest. Ja, daar geloof ik dus zelf helemaal geen kut van. En die Volkspartij voor de Vrijheid en de Democratie, die komt mij maar een keer uitleggen waarom het wel werkt. Want het werkt helemaal niet. Namelijk. Niet bewezen. Wat wel bewezen is, mogelijk is. Daar krijg ik met Marco helemaal mee aan de zeiken. Want Robert De Niro, een hele beroemde Amerikaanse acteur, die heeft een volwassen zoon en die is autistisch. En hij weet drommels goed dat al die verschijnselen begonnen zijn vlak na de vaccinatie van zijn kind. En heel politiek correct zegt Robert De Niro dan nog van ja, ik ben niet tegen vaccineren, maar ik vind wel dat het veiliger moet.
En daar heeft hij gelijk in, want zijn kind heeft een hersenstoornis, ontwikkelingsstoornis, ja. En Marco, die wordt er boos over, jongen. Als ik begin over Robert De Niro, dan gaat hij het gelijk hebben over Bananarama. Robert De Niro's waiting, talking Italian, Robert De Niro. Maar daar heb ik het fucking niet over. Ik heb het over meneer Robert De Niro, die acteur. En zijn zoon is autistisch. En hij is met zijn mombakkers op de Amerikaanse tv gekomen. En gezegd, ik ben erachter, ik ben niet de enige ouder wiens kind gevaccineerd is, waarna het verschijnselen kreeg van autisme. Met mij zijn er heel veel ouders die dat is overkomen. Zo, Marco die zegt, als jij je kind niet laat vaccineren, dan speel je voor God. Dat zijn de woorden van Marco. En aangezien je, volgens Marco, mag je niet voor God spelen. Dus dan moet je je kind laten vaccineren. Nou, dit is helemaal naar de wil van Marco. Want de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die wil onderzoek naar geldstraf voor vaccinatieweigeraars. Dus iedereen die zich niet laat injecteren, die krijgt een geldstraf. Kijk, in Auschwitz, ik wil niet zeggen dat Auschwitz zo leuk was, maar daar ging je nog vrijwillig naar dokter Mengele. Het was niet zo in Auschwitz dat je gekort werd op je Auschwitz-uitkering, want dat was ook zo, hè. In Auschwitz had je een uitkering, of wist je dat niet? Dat was de Auschwitz-mark. Natuurlijk kreeg je daar briefjes, bonnetjes, had je een supermarkt, je kon zelfs tabak kopen, man. Wat denk je dat mensen gekort werden op een uitkering? Als ze er niet lieten inspuiten door dokter Mengele. Nee, dokter Mengele was gratis. Maar Marco is ervoor, hoor. Die zit helemaal te juichen. Die zit in altijd piezen in zijn luier. En een subtitel. Het kabinet moet onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een maatregel waarbij ouders worden gekort op kindgebonden toeslagen, zoals de kinderbijslag, wanneer ze weigeren hun kind in te enten tegen infectieziekten. Dat wil regeringspartij Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Slecht geschreven, want de VVD wil dus niet zozeer onderzoek naar degene die zich niet, want er komt geen kort, als zelfs dat een kind zou zeggen, maar nee, ik wil helemaal niet ingeënt worden met rotzooi, met thimerosal en squalene en aluminiumoxide en formaldehyde en bedorven kippeneieren. Ik wil dat niet. Nee, die ouders, die krijgen dan een boete. Ja, dus als jouw kind het niet wil, dan krijg jij als mama mooi een boete. Dus dan zeg je tegen je kind, dan hou je bek. Laat je maar volspuiten met rotzooi, waarvan mama ook niet weet wat erin zit. En waarvan het aantoonbaar een aantal keren heel behoorlijk fout is gegaan. Want anders krijgen we korting op de kinderbijslag. Het heet een financiële injectie, noemen we dat. Ja, het is maar wat. Dan gaan we lekker door. In Australië worden ouders sinds kort al gekort op de kinderbijslag als zij hun kind niet vaccineren. Klopt ook niet. Niet laten vaccineren. Want ouders vaccineren niet hun kind. Dan ben je echt gek in je achterhoofd.
Nee, dat laat je doen. Als zij hun kind niet laten, dat voeg ik even toe, vaccineren. Ook wordt het kind de toegang tot het kinderdagverblijf of de kleuterschool ontzegd. Indien de school of crash een niet ingeënt kind toch accepteert, volgt een fikse boete. En nu zit Marco helemaal te juichen in zijn bed. Yeah! Al die klote lui die niet geïnjecteerd zijn met de bedorven dierlijke producten. Allemaal dood. Hij vindt het geweldig, denk ik. Maar ik niet. Het enige wat ik er positief aan vind is dat je dus als je je kind niet vaccineert, dan hoeft het niet naar school. Nee, maar dat is een goed bericht. Ja, al die andere kinderen, iedereen, krijg je kind zeggen van nou, je hebt twee mogelijkheden. Of je gaat vandaag lekker met mama naar het zwembad en dan krijg je een chocoladeijsje en dan gaan we daarna patat eten met mayonaise en dan gaan we wachten tot papa thuis komt en als papa thuis komt dan gaan we bruine bonen eten met rijst en dan gaat papa nog een beetje voorlezen en dan ga jij naar bed leuke dag en dan hoef je niet meer naar school, nooit meer, want je mag niet. Maar dan moet je wel vandaag met mama naar het zwembad gaan. En dan gaan we een chocoladeijsje eten. En dan krijg je nog een patat met mayonaise. En dan gaan we naar huis. Dan gaan we wachten tot papa thuis komt. Dan gaan we bruine bonen met witte rijst eten. En papa gaat nog een beetje voorlezen. Dan ga je lekker naar bed. En dan mag je niet meer naar school. Ja? Als je kind zegt, oké, dit is deal nummer 1. Dus we gaan naar het zwembad. Krijg een chocoladeijsje. Nog een patatje met mayonaise, hè mam? Ja, met mayonaise. Ja, met mayonaise dus. En daarna gaan we naar huis en dan gaan we wachten tot papa thuis komt. En dan eten we bruine bonen met witte rijst. En daarna gaat papa nog voorlezen en dan ga ik lekker slapen. Ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee, mam. En wat zei je nou als laatste? Of ik mag niet meer naar school. Nou. Ja, zeg je. En de andere mogelijkheid is, we gaan vandaag naar het ziekenhuis. En dan krijg je een injectie met spul waarvan Marco ook niet weet wat erin zit. En mama ook niet hoor. En papa ook niet hoor. Dat is een geheime injectie. Maar dat is allemaal heel erg te vertrouwen. En uit de statistieken blijkt dat een aantal kinderen die slaan er helemaal vandoor. En die worden helemaal gek en dat komt ook nog goed. En dat gaan we dan vanmiddag doen. En ja, en dan... Ja, dan gaan we ook wachten tot de papa thuis komt. En... Ja, je zal er wel last van hebben. Dus papa kan wel gaan voorlezen, maar waarschijnlijk heb je al de eerste hersenflautes. Dat je denkt, dat is een beetje leuk. Dat is wel even winnen, zeg. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben net geïnjecteerd met, mam, wat zat er ook alweer in? Ja, zeg je moeder, dat weet ik niet. Moet je zelf maar kijken, stomme kleuter. Je kan toch wel Nederlands, pak de bijsluiter. Ja, maar moet ik dat dan wel doen? Ja, zeg je dan. Want als je dat doet, dan moet je naar school voortaan. Elke dag. 5 dagen per week dan, hè? Elke dag van de werkweek moet je 5 dagen per week naar school. Dus, kies maar. Wil je een injectie met daarmee de verplichting dat je 5 dagen per week naar school moet? Of wil je vandaag een chocoladeijsje en een patatje met een beetje mayonaise... Wacht op de papa thuis komt. Gaan we bruine bonen eten met rijst. Ga papa even voorlezen. Dan ga je naar bed. En je mag niet meer naar school. Nou, wat denk je dat je kind kiest? Gaat het niet. Dan staat hieronder. Het liberale Kamerlid Heike Veldman wil ook dat hier de haalbaarheid van vergelijkbare ingrepen wordt bekeken. Ik snap dat Nederlands niet. Het liberale
En dan, zij is liberaal. Ja, dat moet een vrouw zijn. Liberale Kamerlid Heike. Ik denk dat dat een vrouw is. En dan ingrijpen. Wat is er liberaal aan ingrijpen door de overheid? Maar mevrouw Veldman heeft daar geen moeite mee. Die denkt in paradoxen. Net als Marco, by the way. Marco vindt het heerlijk, dit soort dingen. Iedereen injecteren, lekker man. En mensen als Andrew Wakefield, die moeten hun bek houden. Natuurlijk, want het zijn maar doktoren. De haalbaarheid van vergelijkbare ingrepen wordt bekeken. En dan komt zij aan het woord. Het is een letterlijk citaat. Dus dit is van Kamerlid Heike Veldman. Die per onmiddellijk verwijderd moet worden uit de Tweede Kamer. Hoe kom je af van een vrat? Nou, celletje voor celletje. Heike Veldman van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die zegt: ik heb geen taboes. Ik maak me zorgen over de dalende vaccinatiegraad en daarmee het stijgende infectierisico in Nederland. We moeten bereid zijn om dus ook na te denken over verregaande maatregelen waarvan we hopen dat we ze uiteindelijk nooit hoeven in te zetten. Dit heet de fucking Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja, laat dat woordje vrijheid maar weg. De Volkspartij voor Vaccinatie. Dat is die V dan. De Volkspartij voor Vaccinatie. En dan onderdrukking. De D van onderdrukking. De VVO. Oh ja, de Volkspartij voor Vaccinatie en Dwang. Schande. Als je Heike Veldman tegenkomt, gooi er een pot vingerverf overheen. En als Heike Veldman een man blijkt te zijn, paintballen. Maar dat doe je die vrouwen niet aan. Die vrouwen hebben genoeg aan een pot vingerverf. Kies je eigen kleur maar. Geel of zo. Maakt niet uit. Dit staat dan in het Algemeen Dagblad. We moeten bereid zijn om dus ook na te denken over verregaande maatregelen waarvan we hopen dat we ze uiteindelijk nooit hoeven in te zetten. Ja, wie zijn we? De Volkspartij voor de Vrijheid en de Democratie. Kijk, dat Heike Veldman vaccinatieverslaafd is, dat moet ze lekker doen. Laat ze haar kinderen inenten tegen de mazelen, tegen de bob, tegen roodvonk, tegen tyfenus. Nee, tetanus, sorry. Kinkhoest, difterie, polio, ja zeg maar. Laat ze haar kinderen lekker inspuiten op haar eigen fucking kosten natuurlijk. Maar ons lopen verplicht om dat ook te doen. Ja,
ik heb geen polio, snap je? Ik ben er misschien tegen ingeënt, dat zou kunnen. Ik heb ook geen kinkhoest. Ik heb mazelen, heb ik gehad. De bof heb ik gehad. Ik heb ook een angina. Dinges, een keelangina heet dat. Ontstoken lymfeklieren bij je keel. Dat heb ik ook gehad. Maar voor de rest niks. Vaccins, ja, ik ben ingeënt voor pokken. Dat wel. Niet voor polio, hoor. Ja, in mijn DKTP, ja. Maar dit zijn hele zeldzame ziektes. En ik word niet ziek. Ik heb ook niet eens longkanker. Ik heb voor ik weet niet hoeveel BTW en andere belastingvormen van geld heb ik opgesmokt aan tabak. En ik heb nog steeds geen longkanker. Af en toe moet ik hoesten en dat doe ik dan ook. Nou, klaar. En de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die wil eventjes alle verregaande maatregelen. En dan gaan we iedereen. Oh, het kan nog erger. Oh, ach nee. Ik moet even bijkomen hoor. Ik had het niet helemaal voorbereid. Ik heb alleen maar die titel gezien. Ik denk, ik duik er even in. Maar dan heb ik naar onderen gescrollt en dan heb ik een kopje en het heet Vertrouwen. En dan komt hij. Staatssecretaris Paul Blokhuis, tussen haakjes CU. Dan staat er een stijlfout. Er ontbreekt een spatie. Maar ik lees me even door. Staatssecretaris Paul Blokhuis, tussen haakjes CU, stijlfout, heeft vertrouwen in het huidige pakket maatregelen om de dalende vaccinatiegraad aan te pakken, laat hij weten. Oh. Blokhuis, dat is dus Paul Blokhuis, van de CU. De CU is de ChristenUnie. Die hele partij moet verboden worden. Ik vind dat die mensen mogen best doorgaan, maar ze moeten zich voortaan de SU noemen. De Satanistische Unie. Of de Katholieke, de Q. De Katholieke Unie. Want katholieken houden van mensenmoorden. Hè? Dat weten we allemaal. Maar Paul Blokhuis, die heeft een leuter in zijn broek, man. Ja. Dan komt Paul Blokhuis en dan zegt hij. Het staat met enkele quotes, dus dat is niet letterlijk, het is een parafrasering. Paul Blokhuis van de ChristenUnie wil een aantal sprekende, verdergaande, internationale maatregelen onderzoeken op de haalbaarheid. Mocht het huidige beleid niet werken. Ik hou niet van anale seks. Maar iemand als Paul Blokhuis, die doet me daaraan herinneren. Dat ik denk van, gadverdamme. Je zal ze een vent maar in zijn reet moeten neuken. Hé? Hoe durft die lul zichzelf bij de ChristenUnie te zetten? Dat is wel even Christen, hè? Dat is mijn fucking tweede achternaam. Ik heet Perry Franciscus Martinez, dat is mijn voorname. Winkel, streepje, Christen. En hij is mijn Unie? Nee, ik dacht het even lekker niet. Smeerlap.
internationale maatregelen. Waar haal je het vandaan? Ik heb helemaal geen behoefte aan internationale maatregelen. Ik heb niet eens behoefte aan lokale maatregelen. Dat wil Paul Blokhuis ook, hè? Dat je niet meer mag roken hier in Arnhem op het terras. Nee, want daar krijgen we allemaal longkanker van. Dan krijg je ook. Ja, jullie zitten ermee. Ja, mij ga je niet injecteren. Absoluut niet. Nee. Daar had ik ook zo'n mooie discussie over met Marco. En die hing de telefoon erop. Want die man kan er dan niet tegen. Ik weet niet of die waar die niet tegen kan. Maar dat ik zei van ja, ik laat me niet eens injecteren met heroïne. En hij zei, ja, dan ga je van onderwerp wisselen. Nee, het onderwerp was hetzelfde. Ik laat geen naald in mijn lichaam stoppen. Dat laat ik niet doen. En dat maakt me niet uit wat er in die injectiespuit zit. Maar ik wil geen holle naald in mijn lichaam. Niets. Alles wat mijn lichaam inkomt, dat komt door mijn longen. Dan zit ik te blowen, een beetje tabak te smoken. Ja, daar kies ik zelf voor. En dan heb ik ook nog eten in mijn mond. Ik heb net weer van alles gegeten. Een broodje gezond, zullen we zeggen. Op Tauge, een lumpia speciaal. Een vette sambal hier van de toko. Dat gaat mijn lichaam binnen. Maar niet met holle naalden. Ook niet met heroïne. No way. Ik ben er heel strikt in, hoor. Ik wil speed en cocaïne, dat heb ik gebruikt. Ik heb cocaïne gesnoven. Maar ja, ik moest het toch een keer uitproberen. Maar de laatste keer dat ik cocaïne deed, heb ik het in mijn mond gestopt. Dat is best lekker, hoor. Als je smaakgevoelig bent. En dat ben ik. In je mond. Ja, dimethyltryptamine. Dat is cool, man. Wauw. Iedereen adviseren. En dat rook je dan. Met Bart. Die heeft dat voor mij. Bereid. Supercool. En daarna eten. En Bart kan koken. Heel leuke vent. Hij kookt, hij is een kok in. Heel duur restaurant. In de buurt van Nijmegen. Ik heb nog overwogen om bij hem. Oh ja, ik heb al eerder bij hem gegeten. Toen werkte die. Zo'n luchtdinges, luchthaven. Maar niet echt. Maar voor zweefvliegerij. Ten noorden van Arnhem. En daar is ook een restaurant. Daar werkte hij toen. Daar ben ik toen langs gegaan. Een heerlijke salade gegeten. Een bord met salade en meer niet. Hè. Mijn dochter had hetzelfde. Terlet heet dat. Maar Bart werkte niet meer, dus je hoeft er niet meer naartoe. Maar zo kan die Bart koken zijn. Nou, die DMT, dat was ook helemaal goed. Kijk, dat zijn de drugs die je neemt. En heroïne roken, dat lijkt me ook niet zo'n probleem.
Een speed in je mond stoppen. Dat is ook leuk. Op paddenstoelen. Dat is super geil. Maar niet een holle naald in je lichaam. En dan de zonder tussenkomst van de lever, zonder je eigen aanwezigheid, zonder dat je mond het proeft. En gewoon direct in de bloedbaan. Dan ben je gek. En de mensen die dat propageren, verdienen de dood. Als straf. Ik zeg niet dat je die mensen moet doden, maar die dood, dat wordt een straf. De doodstraf. Die komt vanzelf. Romeinen 12 vers 19. Dearly beloved. La 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 la. Vengeance mine. Ja, werk een beetje aan je Engels. Het kan altijd nog erger. We hebben dus nu Paul Blokhuis van de ChristenUnie. Ik vind dat die partij niet langer gebruik mag maken van de term christen. Er moet paal en perk gesteld worden. Paul Blokhuis moet verteld worden dat hij hij noemt zijn partij maar de Satansunie of de Katholieke Unie, of, maakt me niet uit, maar niet de ChristenUnie. Nou, Paul Blokhuis heeft nog nooit een jota van de Bijbel begrepen. Ja, dan mag je jouzelf ook geen christen noemen. Ja. En dan gaan we door. Afgelopen jaar zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, die heb ik al eerder afgezeken, Klaas Dijkhoff nog dat als andere maatregelen geen vruchten afwerpen. En nu komt hier, nu komt de katholieke, ja, het katholicisme aan het woord, hè. En dat ken je wel, hè, van Adolf Hitler. Hè? Adolf Hitler was een katholiek. Hè? Een katholiek aangestuurd. Wel, Klaas Dijkhoff van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En let op dat woord vrijheid, hè. Die heeft gezegd afgelopen jaar, dus 2018, als andere maatregelen geen vruchten afwerpen. Ja, wat zijn andere maatregelen, hè? Eigenlijk? Bij mij in het portiek een poster ophangen met een foto van mijn eigen. En dan word ik geïnjecteerd met een holle naald. En ik ben een grote big smile. En dan staat er onder, Perry, be happy. Zo. En dan zie ik dat iedere dag. En dan denk ik van, nou ja, toch maar een beetje. Ja, ik laat me toch maar, dan maar even injecteren. Nou, andere maatregelen. Ik weet niet wat andere maatregelen zijn. En dan komt hij. Als andere maatregelen geen vruchten afwerpen. En dan komt de Volkspartij voor Vrijheid. En Democratie. Een vaccinatieplicht uiteindelijk in beeld kan komen. Veldman, en dat is dan Heike Veldman, dat is die vrouw, sluit dat niet uit. Leuk, hè? Dus Klaas Dijkhoff, Paul Blokhuis en Heike Veldman, die wil de Nederlandse bevolking verplichten allemaal injecteren met rotzooi. Voor het verhogen van de kans op overleving.
Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het te erg voor woorden. Schande. Ik ben niet voor gewelddadigheid. Het punt is, als je deze mensen doodschiet, dat scheelt wel een hele hoop geld hoor. Tja, ik roep niet op tot geweld. Ik geef het ter overweging. Het scheelt een hele hoop geld. Wat denk je dat al die vaccinaties kosten? Waarom denk je dat als jij koop ik in het schietcafé een glas wijn. Dat kost mij €2,50. Ja. Nou, het schietcafé koopt die wijn in voor bla 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 bla. Maar uiteindelijk die wijn, qua productiedingen, zijn materiaalwaarde, dat is, praat je over 30, 40 eurocent. Inclusief de vergoeding voor de barheerder. De barkeeper. Dat moet genoeg zijn. Maar vanwege die loonbelasting en een rioolbelasting, al die belastingen, ja, dan betaal je voor een product wat inkoopprijs 20 cent is, betaal je €2,50. Dankzij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die overal met injectiespuiten wil gaan lopen swingen, zwaaien. Want de BTW en de accijns die jij betaalt, om nog maar te zwijgen over die €110 in de maand die ik betaal, waar ik ook godverdomme een keer mee ga stoppen. Ik ga protest aantekenen. Want ik wil helemaal geen verzekering van mijn gezondheid. Als ik doodga, is dat mijn probleem. En mijn kadaver, mijn lijk, kadaver is Duits, maar mijn lijk, dat is voor de wetenschap. Doe er wat leuks mee. Ja, dat is mijn probleem niet meer. Hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik heb al de volgende klaarstaan. Ja, ik heb nog bier. En het is pas 10:30. En ik ben ouder dan 18, dus ik mag nog even opblijven. Ai, 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 ai. Super de knetter, man. Ik ga dit hele ding even kopiëren. Dat is wel leuk aan HTML. Kan je de tekst letterlijk... Ja, dan moet je wel even met je muis goed schuiven. Perretje, kom op. Hé, hey, Perretje, homo'sje. Ik kan toch alles op. Nou dan. Ja, ding. Ja. Oh, daar gaan we. Oké, ik heb hem erop staan. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil onderzoek naar geldstraf voor vaccinatieweigeraars. Nou, dit wordt even opgeslagen. Een schande over die lui. Een schande over jullie. Dat je dit accepteert. Een schande over Marco, die daar grapjes over maakt. Aldus namens Perry Franciscus Martinez Winkel, burgerservice nummer 059-668-301.nl, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds. En doe godverdomme een beetje verstandig.